In Egypte had de kat een goddelijke status. Ze was de beschermer van de farao en van huis en haard en beschermde tegen geesten en ziektes. Als de kat stierf, rouwde het hele gezin door hun wenkbrauwen af te scheren. Het woord kat stamt van het Egyptische woord kata af. Maneki Neko is de Japanse gelukskat. Hij is vaak in winkels te zien. Het zwaaiende pootje zal geluk en rijkdom brengen. Er zijn vele legendes over Maneki Neko. Eén ervan is dat een landdier een kat naar hem zag zwaaien. De landdier ging naar de kat toe en het volgende moment sloeg de bliksem toe op de plaats waar die eerst stond. Hij schreef zijn geluk aan de zwaaiende kat toe. Felix de Kat was de eerste tekenfilmkat. Deze Amerikaanse tekenfilm was vanaf 1919 te zien en was in de jaren 20 van de 20ste eeuw, de tijd van de stomme film, internationaal de beroemdste tekenfilmfiguur. Misetto was de favoriete kat van paus Leo XII. Misetto was een rode Cyperse kat. De paus nam zijn kat overal mee onder zijn kleding. De kleermakers moesten zijn kleding regelmatig herstellen, maar dat stoorde de paus niet. Misetto was altijd aanwezig tijdens de audiënties. Hij voerde Misetto met de hand en had altijd samen met hem. Op het sterfbed van de paus hield Misetto hem warm. Dit is het graf van scheepstimmerman Henry McNeish. De kat op zijn graf is Mrs. Chippy. Tijdens zijn leven nam McNeish deel aan de Zuidpool-expeditie onder leiding van Ernest Shackleton. Hij had de kat gevonden en noemde haar Chippy. Expeditieleider Shackleton was blij met de kat, omdat deze muizen en ratten op het schip kon vangen. Omdat Chippy McNeish overal volgde als een jaloerse vrouw, werd ze Mrs. Chippy genoemd. Ook toen later bleek dat het een kater was. In januari 1915 kwam het schip vast te zitten tussen de ijsschotsen. Na een half jaar hield het schip het niet meer en moest de bemanning een kamp op het ijs opzetten. Om te overleven werd besloten om een tocht van honderden kilometers naar het dichtstbijzijnde land te maken. Shackleton besloot om Mrs. Chippy en de aanwezige honden af te schieten om hun overlevingskansen te vergroten. Het schijnt dat Henry McNeish hem dit nooit vergeven heeft. De elektrische spoorwegmaatschappij Wakayama in Japan besloot in 2007 om het slecht lopende Idakiso-station meer onder de aandacht te brengen door een lapjeskat tot stationschef te benoemen. Tama kreeg een pet en een insigne en werd zo de mascotte van het station. Ze zat of lag op haar gemak bij de ingang en groette de passagiers. Ze werd heel populair in Japan en zelfs wereldberoemd. Het station werd massaal bezocht. Het station heeft zelfs het Tama-café en een souvenirshop die geheel gewijd is aan Tama. Alles in het station is op enigerlei wijze versierd met de beeltenis van de kat. Het station heeft de vorm van een kat, er zijn afbeeldingen van Tama op stoelen en de treinen dragen haar beeltenis. In 2013 werd ze zelfs tot vice-president van het bedrijf benoemd. Ze had een stagiaire, niet Tama, dat tweede Tama betekent. Op 22 juni 2015 overleed ze, op 16-jarige leeftijd aan hartfalen. Ze is postuum tot eervolle eeuwige stationschef benoemd. Nitama heeft de plaats van Tama ingenomen. De gelaarste kat komt uit de sprookjes van Moeder de Gans uit 1697 van de Franse schrijver Charles Perrault. De jongste van drie zonen erft een kat. De kat is geen gewone kat, maar vraagt om een paar laarzen en gaat vervolgens uit jagen en stelen voor zijn meester. Op een dag, wetende dat de koning lang zal rijden met zijn dochter, zegt de kat tegen zijn meester dat hij al zijn kleren uit moet doen en de rivier in moet gaan. Als de koning de hulpkreten van de kat hoort, stopt de koets. De kat vertelt de koning dat zijn meester de markies van Carabas is en dat hij aan het baden was en van al zijn kleren beroofd is. De koning neemt de markies mee naar het paleis en de prinses wordt meteen verliefd op hem. De kat slaagt erin om het huis van een reus af te pakken en zo denkt de koning dat het huis en het land van de markies is en raakt erg onder de indruk. De markies en de prinses trouwen en de kat kan voor de rest van zijn leven achter de muizen aan zitten. Meer weten over beroemde katten? Lees dan het artikel Beroemde Katten. De link staat in de beschrijving. Ken je nog meer beroemde katten? Laat het weten. Vond je het een interessant filmpje? Een duimpje wordt gewaardeerd.